Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Deze Auris Project Stealth komt niet zo op de markt zoals ze hier staat. Toch is Gigabyte van plan om dit concept van een PC zonder zichtbare kabels op de markt te brengen, maar dan op basis van een andere kast. Waarom dat precies is wat de Project Stealth nodig heeft en waarom dit desondanks de toekomst van de desktop PC is volgens ons, dat vertellen we je in deze video. Eerst tijd voor een stukje geschiedenis. De ATX-standaard die beschrijft hoe bijvoorbeeld een moederbord en een kast eruit moeten zien, die stamt al uit 1995. En tot 2010 was het eigenlijk gewoon gebruikelijk om je PC-kabels dwars door je behuizing heen te laten lopen. Sinds 2010 is het gebruikelijk geworden om de moederbordtray wat te verzinken in de kast, wat dieper erin te laten komen, zodat je achterlangs ruimte hebt om kabels door te laten lopen. Dat betekent dus wel dat die kabels een hoek van 180 graden moeten draaien om in je moederbord geplugd te worden. En je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat de manier waarop moederborden en kasten worden ontworpen tegenwoordig niet meer overeenkomt met hoe kabels echt door je PC-kast heen lopen. We zagen de Project Stealth voor het eerst in december vorig jaar. En gekke concepten zien we natuurlijk wel vaker van de Taiwanese fabrikanten. Maar het leuke is, dit concept komt echt op de markt. Project Stealth moet als het goed is later dit jaar in de winkels terechtkomen. Project Stealth wordt verkocht als een do-it-yourself kit. En die bestaat naast de kast uit het moederbord en de videokaart. De videokaart is een aangepaste versie van de RTX 3070 Gaming OC. Dat is een normaal middenklasse RTX 3070 van Gigabyte. En de enige aanpassing die ze hebben gedaan is dat de stroomconnectors niet meer voor op de videokaart zitten, maar aan de achterkant zodat ze rechtstreeks in het zijpaneel kunnen verdwijnen. Het moederbord is ook gebaseerd op bestaande hardware. Dat is een Z690 Auris Elite met DDR5 slots. En daaraan is aangepast dat alle connectors niet meer aan de voorkant zitten, maar aan de achterkant. En dat geldt van de grootste connectors, zoals de stroomstekkers voor de ATX en voor je processor, tot de allerkleinste, bijvoorbeeld de headertjes voor het frontpanel en casefans. In een normale kast kun je natuurlijk niet bij de aansluitingen aan de achterkant van het moederbord, dus er moest ook een speciale kast komen. Die heeft Gigabyte gebaseerd op de Auris C300, dat is dus een kast van eigen makelij. Want Gigabyte is een van die fabrikanten van moederborden en videokaarten die is uitgebreid naar heel veel nieuwe productcategorieën in de afgelopen jaren, waaronder dus ook kasten. En eigenlijk het enige wat ze hebben aangepast is dat er dus wat gaten bij zijn gekomen in de moederbord tray, zodat je bij die aansluitingen kan, zodat de kabels van de videokaarten doorheen kunnen. En verder hebben ze ook alvast de aansluitingen van bijvoorbeeld het frontpanel aangesloten, die al lopen tussen de kast zelf en het moederbord. Het belangrijkste probleem van deze Auris kast is dat die om te beginnen eigenlijk al niet zo heel erg goed is. Om te beginnen is het een kast die eigenlijk is bedoeld om lekker stil te zijn. Hij heeft een dicht voorpaneel, maar ja, dat betekent dus wel dat er ook weinig airflow is. En hij is bovendien heel erg op leeftijd. We kennen deze kast zelfs al, want in 2017 testen we al een keer een versie van precies deze kast, maar dan nog met een ander zijpaneel erop. En ja, af en toe merk je wel een beetje dat die kast redelijk op leeftijd is. Je hebt bijvoorbeeld hier een HDMI-kabel, die is bedoeld. Ja, toen die kast voor het eerst werd ontworpen, toen was VR helemaal een hype. Toen wilde iedereen een HDMI-poort voor op zijn kast. En die is dus bedoeld om aan te sluiten op een videokaart met een interne HDMI-aansluiting. Nou, de videokaart die erbij zit, die heeft hij niet. Eigenlijk geen enkele moderne videokaart heeft dat nog. Ja, en die kabel die hangt daar dus maar een beetje. Gelukkig ziet Gigabyte dat zelf ook in. En de definitieve versie van de Project Stealth zal dus gebruik maken van een andere kast. Het is nog niet helemaal duidelijk of dat gaat om een aangepaste versie van deze C300 of om een heel andere kast. Wij zouden ons geld inzetten op de recent aangekondigde C500. Dat is een wat grotere kast. Ja, en dan heb je gelijk een veel modernere basis, omdat het een kast is die dus nu is ontworpen. Bovendien is dat een kast met een open voorpaneel en dat betekent dus dat er veel betere koeling mogelijk zal zijn. In de loop van de tijd hebben we heel veel initiatieven voorbij zien komen om te veranderen hoe een PC er van binnen uitziet. En we moeten eerlijk zijn, als ze één ding gemeen hebben, dan is het dat het allemaal niets is geworden. En dit concept van Gigabyte
is dan wel heel tof, maar het probeert niet eens een standaard te zijn. Het is alleen iets van Gigabyte zelf. En zelfs zij geven geen garanties over support in de toekomst. We hebben Gigabyte gevraagd van kunnen we ervan op aan dat er een videokaart of een moederbord voor de volgende generatie zal verschijnen. En daar durven ze geen harde belofte over te doen, al sluiten ze het zeker niet uit. Maar ja, als dit project zou floppen, dan is de kans eigenlijk best wel klein. Upgraden, ja, dat kun je in principe wel doen. Als je dat doet naar een normaal moederbord of videokaart, gooi je natuurlijk wel een beetje het concept van deze kast overboord. En bovendien is dan de vraag, aan wie ga je je oude onderdelen verkopen? Want ja, dat zijn onderdelen met de connectors van de moederbord of van de videokaart aan de verkeerde kant. Aan de andere kant, het concept is hartstikke tof. En dat zeggen we niet alleen maar omdat het eindresultaat er echt een stuk strakker uitziet, maar ook omdat het tijdens het inbouwen hartstikke makkelijk is dat je connectors aan de kant zitten waar de kabels toch al waren. We zouden graag willen dat dit de toekomst van de desktop PC wordt en zijn dan ook heel erg benieuwd naar de definitieve versie van de Aura Stealth. Wil je hem straks gaan kopen, dan zouden wij dat doen met een soort Kickstarter mindset. Je investeert erin omdat je het concept heel erg tof vindt, maar of het ook echt wat wordt, nou, dat weet je nooit.